dinsdag 2 april. We zijn op Capital C op Weesterplein. En ik ben hier met Willem Zijthof en die heeft echt de opening gevierd nu van de Creative Office van Capital C. Hey, hoeveel mensen werken in de creatieve industrie? In Amsterdam 80.000 mensen, 30.000 bedrijven. En hoeveel omzet is dat? 4,5 miljard omzet. Oké, okay. En die hebben nu... graag corrigeren, het is niet de opening, het is een pre-opening. Oké, okay, we zitten al bij de pre-opening. Het dak zit erop, het is echt een waanzinnig dak. Ja. Maar jij ziet eruit alsof je gewoon 5 jaar van je leven hebt verloren. Ja, dat zijn 4 jaar geweest, maar dat klopt. Ja. Ja, dat was echt gewoon heftig, hè, dit zo'n project. Ja, ja, dit heeft mij de helft van mijn werkweek gekost, over meerdere jaren. Ja. En dan ben je genomineerd als vastgoedman van het jaar. Het is geweldig, toch? Ja. De eerste keer dat je het doet. Ja, precies. Helemaal vanuit het niks. Waarschijnlijk, hopelijk dan donderdag, tijdens een congres... als eerste, maar je moet het nog afwachten. Maar ja. Straks ben ik... Ik ben net Thierry Baudet, ja, zeg maar. Ja, van de eerste keer op 1. Ik wou het net zeggen, ja. Dat is wel heel gek. Oh, ja, oké. Okay. Hey, wat voor gebouw? Dit is een geweldig gebouw. Een fantastische historie. Wat was dit? Ja, dit was de oude diamantbeurs van Amsterdam. Ja. Eigenlijk het centrum van de diamanthandel in de oude Joodse wijk van Amsterdam. Het was een van de eerste bedrijfsverzamen gebouwen. En wij hebben het helemaal getransformeerd tot een centrum voor de creatieve industrie. Ja. Dus hier heb je werkplekken, je hebt kantoorunits, presentatieruimtes, event spaces. Maar er komt ook een heel groot Grand Café, wat voor iedereen toegankelijk is. Ieder normaal mens kan hier gewoon, ook hierboven op de 7e verdieping, kan hier komen en kan hiervan genieten. En ik weet nog wel van, oorspronkelijk zou je dit gaan opbouwen. En Zadelhof zei dat ook, voor 3 miljoen euro. Hoeveel is het uiteindelijk geworden? Ja, ik hoorde het bedrag van 25 miljoen. Dat zijn die bedragen, die moet je heel snel vergeten. Je moet vooral naar de toekomst kijken. Je moet vooral naar de toekomst kijken. Maar 7 verdiepingen, dat is ook hoeveel vierkante meter is het? Ja, toen we het kochten was het 6.500 en nu is het 8.000 geworden. Ja. Door toevoeging van deze blob en ook een hele parkeergarage voor auto's en fietsen beneden. Ja. In de kelder. Dat zijn echt de parkeergarages van 1 miljoen, dames en heren. Want hij heeft hier onder de 7 verdiepingen heeft hij een parkeergarage gegraven met hoeveel auto's? Ja, slechts 18, maar 200 fietsen. En die fietsen zijn eigenlijk belangrijker dan die auto's. Okay. Goed, dit wordt het centrum van de creatieve industrie. Hoe ga je dat aanpakken? Want je gaat er zelf zitten op de 4e verdieping met, ja, jouw uitgeverij. Welke titels zitten daarin? Ja. Wij hebben uiteindelijk 3 business-to-business titels. Adformatie voor de marketing- en communicatiebranche. Ja. Binnenlands bestuur voor de overheid en AG Connect voor de IT. Ja. En dan hebben we ook nog kidsweken 7 days voor de kids. Dus we doen ook nog heel veel dingen voor de jeugd van tegenwoordig. Okay. Maar jij zit dan op de 4e verdieping, mooi. Ja. Maar de rest wordt allemaal bedrijfsverzamelgebouw, creatieve plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, heel veel evenementen. Ja. Hoe ga je dat organiseren? Hoe ga je zorgen dat iedereen denkt aan Office C bij de creatieve industrie? Nou ja, 1. Door heel veel events te organiseren. Dat doen we al met onze uitgeverij. Maar we krijgen ook heel veel aanvragen van partijen. Ja. Maar wat ook heel belangrijk is, dat je uiteindelijk ook een community bouwt. En een van de dingen die we daarvoor gebruiken, dat is een nieuwe start-up, dat is Office App. En die regelt eigenlijk de hele community via een app. Dat is een beetje wat jij en ik... Die organiseert de hele community. Ja, in ieder geval de facilitator van allerlei contacten. Nou, dus dat iedereen kent elkaar in dit gebouw. Ook de kantoorruimtes zijn helemaal van glas. Dus je ziet ook wie naast je zit. Er is een centrale kantine. En er is natuurlijk ook een Grand Café waar je altijd op donderdag en vrijdag weer even een drankje met elkaar kunt drinken. Welke verdieping is dat? Dat is op de 1e en 2e verdieping. Publiek toegankelijk. Wordt ongeveer 200 zitplaatsen. Ja. 7 dagen per week open. Ja. Het leuke is, we staan hier nu bovenop deze verdieping. En kijk eens naar dat dak gewoon met allemaal zonnepanelen. Heb je ook warmtepompen en dat soort zaken? Heb je ook warmtepompen en zo? We hebben eigenlijk in dit pand gedaan wat we konden. Dus een WKO, een warmtepomp is er al. Maar dus ook die zonnepanelen in het dak. Dat is niet alleen duurzaam, maar het helpt ook tegen het tegenhouden van het zonlicht. Dus het geeft een hele mooie soort schaduwwerking. Want als je deze dome hebt en er staat vol zonlicht op, dan wordt het natuurlijk gewoon nogal fel. Hoeveel procent van de energie kun je met dit soort dingen doen? Nou, in ieder geval kunnen we jouw laptop opladen, dat is wel heel wat. Want die vraagt altijd vrij veel stroom. Ja, en we staan hier dus bovenop. Maar omdat hier een keuken eigenlijk onderdoor zou komen, dat is het idee is alweer veranderd. Je gaat alweer verbouwen. Nou, we hadden het idee eerst om een rooftop restaurant, een sky lounge bar te maken. Maar na allerlei gesprekken zijn we uiteindelijk gewoon op het plan gekomen om hier echt een event venue voor te maken. Waar dus allerlei events georganiseerd kunnen worden. Nou, dat is hartstikke mooi. Wat voor andere verdiepingen kunnen we hier nog en wat voor partijen kunnen we hier nog meer verwachten in je gebouw? Wij, de huurders, die zijn allemaal
onderdeel van de creatieve sector. Dat vinden we echt belangrijk, anders bouwen die community niet op. En daarnaast hebben we 2 verdiepingen met co-work spaces waar in totaal 100 mensen een plek kunnen krijgen. En daar richten we ons niet alleen op de ZZP'er in Amsterdam, maar ook al die creatieve bedrijven in de rest van Nederland die uiteindelijk business hier doen in Amsterdam. En die zijn vaak geholpen gewoon met ook een soort hub, een plek waar ze kunnen werken, maar waar ze ook met klanten meetings kunnen organiseren, diners, et cetera. Zadelhof, die zei van ze waren trots op het pand, heel mooi. En ze zijn ook altijd te investeren om er te blijven. Maar ze vonden wel een uitdaging om met jou te werken. Om de perfectionisme of alle ideeën die je had, om dat in dat pand te stoppen. Kwam je jezelf ook een paar keer tegen? Nee, natuurlijk kom je jezelf een paar keer tegen. Maar de opmerking van Maarten Veldse, directeur Zadelhof, die was natuurlijk alleen maar positief, Vincent. Dus laten we dat. Nee, maar we zijn echt tot het gaatje gegaan om dit in alle facetten tot een heel mooi concept te maken. Ja. En dat kost tijd en heel veel moeite en heel veel bloed, zweet en tranen. Een paar centen, ja. En ook een paar centen. Maar dan heb je ook wat, zeggen ze. Ja. Maar je hebt het gekocht op de echt alle beste tijd in het midden van de crisis. Je hebt ook de afspraken gemaakt met bouwbedrijven in tijden dat er nog gewoon capaciteit beschikbaar was. Dus timing heb je in ieder geval goed gedaan. Wat heb je nog meer geleerd eigenlijk van dit project? Nou, bijvoorbeeld een van de dingen die je leert is hoe de vastgoedwereld werkt en hoe de bouwwereld werkt. En als het gaat over digitalisering bijvoorbeeld, een onderwerp wat ons beide aanspreekt, denk ik dat er in die vastgoedwereld nog een hele hoop gedigitaliseerd kan worden. Want mensen lopen echt nog met allerlei tekeningen van 3 maanden rond, waar de wijzigingen niet zijn doorgevoerd. Dus het is echt even doorklunen wat dat betreft. Als mensen het nu zelf willen zien, dan kunnen ze dus naar dat Grand Café gaan. Wanneer is dat open? Ja, in juni. Maar los daarvan doen we elke vrijdagmiddag een rondleiding. We hebben een Eventbrite pagina, Hardhead Tour Capital C. Ja. Daar kun je je aanmelden en dan word je uitgenodigd voor vrijdagmiddag. Hele rondleiding. Weesperplein 4, geloof ik, hè? Weesperplein 4, Capital C. Echt iedereen, jongens, Weesperplein 4. Vrijdagmiddag kun je gewoon een tour krijgen. En dan in juni kun je er gewoon in het Grand Café zitten. Het creatieve centrum van Amsterdam. Hey, tof. Wanneer kwam je op dit idee, dit gebouw? Wanneer kwam je dit tegen? Nou, het hele doel hierachter is om een centrum voor de creatieve industrie te maken. Dat betekent dat we de wereld van marketing, media, communicatie, design, kunst, tech allemaal bij elkaar gaan brengen in dit pand. Dat wilde je al? Dat was het idee en ik ben al jarenlang bezig geweest met dit idee en meerdere panden bezocht. En uiteindelijk in december 2014 kwam dit te koop en ik heb toen vervolgens met Zadelhof dit kunnen acquireren. En we zijn uiteindelijk in januari 2015 begonnen met het hele uitbouwen van het plan. Ongeveer 2 jaar geleden hadden we de belangrijkste vergunningen en zijn we gaan bouwen. En nu zijn we over een half jaar, gingen we al origineel te zijn met mijn verdieping voor de Zuid-Media Groep die hier kantoor gaat houden. En voor de rest maken we het dan in de maanden daarna af. Wat we hier allemaal gaan doen is, er komt een heel groot terras aan de voorkant. Er komen meetingrooms in, er komen vaste kantoorruimtes, flexplekken, dus een heel groot Grand Café. En inderdaad op de top op een blok, 9,5 meter hoog, een ruimte waar allerlei events kunnen worden georganiseerd. Ja, en welke mensen komen hierin, behalve de Zijtof groep? Dus alleen maar mensen die in de creatieve sector werken als huurders. Ik denk dat is namelijk het hele basisidee. Dus dat betekent dus bedrijven uit de media, uit advertising, uit digital, uit design, uit communicatie, etc. Daar zijn we nu al mee bezig om te acquireren. Dus mocht je interesse hebben, elke vrijdagmiddag is er een hardhead tour. Schrijf je in en je bent wel. Ja, en wat is de website? Capital C? Amsterdam. CapitalCAmsterdam.nl. Precies.